allemaal, een hele goede morgen. Superleuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Het is zondag 22 september. En dat betekent, dames en heren, ik word binnenkort jarig. Inderdaad, dames en heren, ik word binnenkort 19 jaar. Vandaag in deze nieuwe video gaan we meteen een ritje met de stoomtrein als mijn verjaardagscadeau. We beginnen eerst de rit op weg naar Schinopgiel, dan de richting Kerkrade. Het wordt zeker een leuke dag het worden voor deze video. Kijk jullie even meteen naar de intro. Dames en heren, heel veel kijk, plezier! Dat was die intro. En ik wil eerst jullie allemaal, alle beste kijkers, nog heel erg bedankt voor mij feliciteren. Dus daarvoor, dames en heren, hartstikke bedankt voor mij gefeliciteren. Heel erg top. Nu staat de eerste trein klaar voor de vertrek. En, met deze trein gaan we richting Schinopgiel. Dan zie ik jullie te hebben straks in Schinopgiel. Dames en heren, tot station Schinopgiel. Dames en heren, aangekomen met deze trein op station van Schinopgiel. En hier gaat de stoomlocomotief eventjes meteen omdraaien. Dan zie ik jullie te hebben straks als je begint met omdraaien. Dames en heren, tot straks. De Bonne 57 stoomtrein. Die Bonne is nu omgedraaid.
deze trein gaan we eerst terug naar Simpelveld. Dan zien jullie het straks in Simpelveld. Dames en heren, tot straks. Dames en heren, aangekomen met deze trein op station Simmerveld. En zo meteen straks gaan we op richting Vandoor naar Kerkrade. Dan zie ik jullie te hebben straks in Kerkrade. Dames en heren, tot straks. Dames en heren, aangekomen bij het station van Zet-LSM Kerkrade. En zo te zien is de stoomlocomotief meteen aan het omdraaien en rangeren. Dan zie ik jullie te hebben straks als je begint met rangeren en omdraaien is. Dames en heren, tot straks.
De locomotief is nu meteen omgedraaid en met deze trein gaan we echt nu met deze terug weer naar Simpelveld. Dat zeker hebben we straks in Simpelveld. Dames en heren, tot straks. Dames en heren, aangekomen terug bij het station van Simpelveld. En stoomlocomotief Bonne is nu even naar de werkplaats om wat nog eventjes kolen en water halen. En zometeen straks gaat hij nog een keer omdraaien en dan gaat hij vastkoppelen. En dan is hij klaar voor de vertrek richting station Schin op Geul. Dan zie ik jullie tenminste straks als hij aankomt, omgedraaid is en vertrokken is. Dames en heren, tot straks.
Nou, beste kijkers, nu ben ik weer thuis. En dit was de echte leuke dag gehad om eventjes om een lekker een ritje met de bonne 57 stoomtrein als bij verjaardagscadeau. Toen waren we met de auto aangekomen bij het station. En toen staat de allereerste trein richting Schin op Geul. Eerst had ik hem omdat die aankomst om te filmen vanuit de loods. Maar toen staat hij alweer stil. En toen had ik een mooie opnames gemaakt in Schin op Geul, Zuid-Allesem, Kerkrade en Zimperveld. En nu zijn we weer thuisgekomen, want ik heb niet mijn stukjes ritjes, auto's niet gefilmd in de auto. Want ik ben een beetje moe. Nou, maar ja, het was toch een leuke dag vandaag. Nou, dames en heren, dit was het dan vandaag. Als je het leuk vindt, laat het zeker weten, een blauwe duimpje omhoog achter. Druk de abonneerknop, dan kun je abonneren op mijn kanaal. En tik op het belletje, dan krijg je meldings van. En als je eventjes laat weten, laten we eventjes in de reacties, in de beschrijvings, in de comments. Hoe jij wil ook nog en rit je met de stoomtrein. En naar welk begin van het station wil je naartoe gaat. Maar goed. Nou, dit was heb ik nu alles om te vertellen. En ik zie je graag bij de volgende video. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot ziens. En tot de volgende video.